Laurens Knippenborg staat hier voor mij bij Longa, trainer van Longa 1 dit seizoen. Laurens, hoe is de voorbereiding geweest? De voorbereiding zijn we pas mee begonnen. We zijn pas 3 weken bezig. En dan zie je dat je wel een grittige groep voor je hebt staan. En dat is heel logisch, een nieuwe trainer. Iedereen wil zich natuurlijk waarmaken. Andere ideeën, wat andere soort trainingen, wat andere cultuur proberen te creëren. Dus je moet ook zien in fases, zeg maar. We zijn puur in de oriëntatiefase bezig. We zijn een beetje aan elkaar wennen, dus het heeft nog niet gestormd. Nou, elke trainer heeft natuurlijk zijn eigen inbreng. En met name denk ik op intensiteit en de complexiteit van trainen. De jongens echt moeten zoeken naar oplossingen toe. En ja, met name ook wel de intensiteit. Dat wel een stuk verhoogd is ten opzichte van wat ze gewend waren. Longa had natuurlijk altijd veel fysiek, veel problemen. Veel blessures. Maar goed, we hebben nu één voordeel. We hebben een nieuw veld. Waar natuurlijk te goede komt van alles. En nu is er ook gewenning om die jongens op dit veld te laten wennen. Om weer een beetje voetbal te spelen. Wat op het andere veld niet altijd mogelijk was. Dus meer op de grond voetballen, wat dynamischer inbrengen. En daar zijn we nu op dit moment mee bezig. Zeg, zaterdag zondag voetbal, hoe ervaar jij dat? Ja, persoonlijk ben ik een zaterdagliefhebber. Dus ik vind het hartstikke mooi en ik denk dat het een hele goede zaak is. En misschien wel veel te laat ingezet. Ik denk dat de KNVB daar een hele goede stap in heeft gemaakt om dit te gaan mixen. En zondag voetbal wordt dan wel steeds minder. Hè. De jongens hier willen veel liever op zaterdag voetballen, het weekend in. Ook qua toeschouwers. Dat is hier in de regio wel iets minder, hè, maar in andere delen van het land is er wel veel meer. Ik denk dat het hier ook wel gaat groeien. Hè. Als alle jeugd op zaterdag hier is en gaat op zaterdag voetballen, heb je veel meer betrokkenheid vanuit de club mensen uit. En op zondag zie je toch wel de afname vaak van het publiek. Alhoewel dat hier niet zo erg is bij Longa, maar in de algemene tendens is dat wel zo. Duc, voor welke positie ben jij hier gekomen? Voor de links, midden en links buitenpositie. En wat is jouw clubverleden? Ik kom vorig seizoen over van Erik uit Lievelde en daar heb ik ook mijn hele jeugd gespeeld. En wat verwacht je van het nieuwe seizoen hier voor deze club te kunnen betekenen? Ik hoop veel minuten te maken dit seizoen en samen met de rest van de jongens een mooi seizoen neer te zetten. Welke positie ben jij hier gekomen en wat is je clubverleden? Ik heb in het verleden, de afgelopen 5 jaar, bij Zuid gezeten en kom dit jaar over naar Longa en ik speel voornamelijk op middenveld, vooral aanvallend, op 10 of op 8. Dat zijn vooral mijn focuspositie. Linksbenig? Rechtsbenig. Ik denk dat ik vooral gewoon goed ben in de duels. Ik hou niet in en klap er wel vol in. Vooral ook wel op techniek. En wat mijn verwachtingen voor dit seizoen zijn. Ja, ik heb in het afgelopen 5 jaar bij Zeeuwend eigenlijk op iets minder niveau gespeeld in het tweede. Dus ik hoop vooral voor mezelf een beetje het goede balgevoel en het niveau weer terug te krijgen. Want ik heb hier eerder in het verleden wel bij Longa gezeten in de jeugdhal. Daar toen 5 jaar gezeten, toen voor mijn studie. Die zat in Delft, dus vanwege mijn studie naar Delft toe gegaan. Het voetbal in, wat dat betreft op iets minder pitje gezet. En nu is die bijna ten einde. Ik had gehoopt al klaar te zijn, maar dat is toch niet zo. En dat nu weer op te pakken, zeg maar, nu ik weer meer tijd heb om te voetballen. Voor welke positie kom jij hier en wat is je clubverleden? Ik denk dat ik voor de verdedigende middenvelderpositie kom, dus de 6 of de 8. En ik heb eigenlijk altijd bij Longa gespeeld. Vorig jaar 1 uitstapje naar Zeeuwend gemaakt en nu ben ik weer terug bij Longa op mijn soort van oude nest. Wat verwacht je van het nieuwe seizoen? Ik verwacht eigenlijk wel een leuk seizoen met een nieuwe trainer, een nieuwe groep. Ook weer veel jonge jongens erbij en een niveautje lager. Dus ik hoop en denk dat we wel bovenin mee kunnen gaan spelen. Dus dat zou leuk zijn. Ja, ik ben doelman. Ik heb eigenlijk hiervoor bij de jeugd bij Varsveld gezeten. Tot ongeveer de onder 15. En toen ben ik gescout voor de Graafschap. En heb ik daar twee jaar officieel gezeten. Nog wel een tijdje wat eerder bij meegelopen. En nu ben ik daar weg en nu begin ik hier bij Longa. Heel veel zin in, denk ik.
Ja, ik heb er wel echt zin in. Wel even wennen aan het seniorenvoetbal. Dat is natuurlijk wel wat anders dan junioren. En ja, ik heb er wel zin in. Ga! Doorgaans heb ik altijd op de nummer 10 positie gespeeld. De afgelopen oefenwedstrijden heb ik hier linksback gespeeld. Dus het is eigenlijk middenveld, linksback een beetje daar. Eigenlijk heb ik overal wel gespeeld in de jeugd. En vanaf de onder 13-1 heb ik eigenlijk alle hoogste teams hier doorgelopen. Je bent echt een clubjongen, laat ik zo stellen, hè? Ja, ik heb altijd gewoon bij Longa gevoetbald. Dus nooit ergens anders geweest. Dus, Goeie bal. Lekker. Prima. Ik ga voor de rechtsbackpositie met name en misschien ook voor de centrale, maar mijn voorkeur gaat uit naar de rechtsback. En mijn clubverleden is, ik heb de hele jeugd hier bij Longa doorlopen, altijd in het eerste elftal gezeten en kom nu door vanuit de A. Ik denk dat hoge intensiteit gaan voetballen, dat ben benieuwd hoe ik daarmee om kan gaan. Met toch wel minder tijd en meer druk erop, dus ja, gaan zien hoe het gaat. Want net zeggen jullie zijn bij de voorbereiding nu, tot hoeveel, hoe ging dat tot nu toe? Ja, het was zwaar, was intensief. Maar ik denk dat we nu fit zijn als team. Dus we gaan zien hoe ver we zijn. Ik ben keeper. En ik speel nu al 4 jaar hier bij Longa. En daarvoor heb ik bij Zeelos gevoetbald in Zelhem. En net zegt dat is je clubverleden. Wat verwacht je ervan voor het nieuwe seizoen? Nou, ik hoop dat ik aan het spelen kom. We zijn natuurlijk met 4 andere keepers. Ik ben de jongste uit de selectie. Dus ik hoop op minuten dat het zou mooi zijn. En dat zien we wel hoe het seizoen verder verloopt. Welke positie ga jij zo dadelijk spelen en wat is je clubverleden? Spits eigenlijk, al kan ik ook op de vleugel spelen. Waar ik precies ga staan, dat zijn we nog een beetje aan het zoeken. En ik kom van Big Quick Zutphen. Toen ik hier kwam kijken, wist ik al gelijk dat het een mooi complex is. Warm club, veel toeschouwers. En van de trainer, ik wist er al wel een beetje wat van. Ik had zijn naam opgezocht. En ja, het is gewoon hoge intensiteit, veel oefeningen, echt... Ja, het is wel een hoog niveau, ja, dan... Ik ben rechtercentrale verdediger en ik heb eigenlijk mijn leven hier bij Longa gespeeld vanaf jongs af aan. Dus echt ook een clubman. Ja, zeker. Wat verwacht je van het nieuwe seizoen? In deze groep, hè, ook van de junioren naar de senioren. Dus hoe is dat gegaan? Ik zit eigenlijk nog bij de junioren. Ik zit eigenlijk nog onder 19. Dus ik hoop dat ik dit seizoen een aantal keer kan aansluiten bij het eerste. Nou, in ieder geval trainen al. Dus, en hoe voelt dat? Voelt goed. Ik ben welkom in de groep. Dus ik vind het wel fijn hier, ja.